Hallo, welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta en deze keer gaan we kijken naar de cosinus. De vorige twee filmpjes heb ik al naar de sinus en de tangens gekeken, maar de cosinus is daar eigenlijk een heel handige extra bij. Namelijk, bij de sinus hadden we al gezegd, stel ik heb een helling en ik wil weten hoe hoog ik nu kom als ik een tijdje opzij ben gegaan. En bij de tangens hebben we gezegd, stel ik ga zo ver opzij, hoe ver ga ik nu omhoog als ik een bepaalde hoek heb? Nou, de cosinus doet daar het laatste trucje bij. De cosinus gaat namelijk kijken naar de verhouding tussen hoe ver ik opzij ga, vergeleken met hoe ver ik omhoog ga. En wat kun je daar nu precies mee? Nou, letterlijk... Handig snel rekenen. Cosinus wordt, om eerlijk te zijn, weinig gebruikt bij het berekenen van afstand. Die komt daarentegen wel weer vaak tegen bij vectorrekenen. Dat je bijvoorbeeld de vraag hebt van, nou, ik heb hier een vector, terwijl ik heb hier een pijl. En die pijl die is, leuke afstand, die is 10 lang, even op de gok. En die staat met een hoek van 40 graden op het grondvlak geprojecteerd. Hoe ver zal bijvoorbeeld deze projectie op het grondvlak zijn? Oftewel, hoe ver zal ik eigenlijk hier beneden opzij hebben gelopen om op dezelfde plaats hierboven uit te komen? Nou, hoe gaan we dat berekenen? Heel snel, we kunnen zeggen dat de cosinus van 40 graden overeenkomt met de afstand die ik opzij heb gelopen, gedeeld door het stukje, oh, ik heb hier wel omhoog staan, maar daarmee bedoel ik eigenlijk natuurlijk hoe ver ik schuin omhoog ben gegaan. Denk daar ook heel eventjes aan, blijf daar gewoon op letten dat je niet omhoog en omhoog verwart. Wordt niet voor niks overstaand en aanliggend genoemd. Maar... wat we dus gaan doen, de cosinus van 40 is opzij gedeeld door schuin. Ik wil weten hoe ver we opzij gaan. Dus ik ga opschrijven, opzij is schuin keer de cosinus. En de afkorting daarvan is cos van 40 graden. Dus opzij is in dit geval, nou, schuin was 10 keer de cosinus van 40, dus dan komen we uit op 10 keer de cosinus van 40 graden. Dus we zijn maar 6,66 meter opzij gegaan. En om nu nog een tweede voorbeeldsommetje te geven. Dit kan natuurlijk weer gelijk weg. Tweede voorbeeldsommetje. Stel, ik ga dit keer wandelen. En wat ik nu weet is dat ik ook weer schuin omhoog ben gegaan. Maar tijdens dat schuin omhoog gaan, dan heb ik het bijgehouden. Dan ben ik 200 meter heb ik echt gelopen. Alleen iemand die naast die helling waar ik schuin omhoog aan het lopen was, die zegt, ja sorry, ik heb maar 180 graden. Ik heb 180 meter gelopen. Wat is nu deze helling? En ook dan kunnen we weer zeggen, de cosinus is altijd hoe ver we opzij zijn gegaan, gedeeld door hoe ver we omhoog gaan. En wat ik hier heb geschreven, dat vind ik persoonlijk heel lelijk staan. Dus behalve cosinus, alsjeblieft doe jezelf een plezier, of op zijn minst je wiskundeleraar, zet er even de cosinus van een hoek en dan gaan we deze hoek wel hoek alpha noemen. Dus de cosinus van alpha is 180 gedeeld door 200. Dus de cosinus van alpha is 180 gedeeld door 200. Dat is vast een mooi getal. Nou, dat is 0,9. Dus de hoek die we moeten hebben, die alpha, is, en dat is wel een belangrijke, het omgedraaide van de cosinus. Dus de inverse cosinus, de boogcosinus, arccosinus. Cosinus min 1, honderden benamingen voor, van 0,9. Dus dan drukken we op shift of second,
wat je rekenmachine ook maar heeft. Cosinus 0,9. En dat is dan 25,8 graden. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan dit stukje uitleg over de cosinus. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.